Daar zijn we. Daar zijn we weer met een nieuwe FIFA-video. We gaan beginnen aan een potje. Ik ben Lucas Kleiber, zoals jullie weten. Mijn broertje Christian heeft ook een kanaal. Lijk zijn kanaal even in de beschrijving. Ik speel Rode JC tegen Ado Den Haag van FIFA 16. Met Mike Havenaar. En ja, gisteren heeft Feyenoord niet gewonnen in Eindhoven. Waar ze heel dichtbij waren. Ik heb gisteren nog op... Oh shit. Kom op en lekker. Ja. Oh. Lekker. Wauw, ik kijk op het middenveld. Lekker. Lekker auto. Ja, jij hoort hem ook. Oh. Oh, jij zei slecht. Spoep. Nee. Maar dat zag je ook vorig seizoen op de allerlaatste speeldag. Toen Ado Den Haag daar de play-offs haalde. Ja, ja. Dat weten jullie nog. Oeh. Ja, mensen, het is 1-0. Lekker hoor. 1-0. Ja, joehoe. Yes, joehoe. Ja. Ja, zeker, zeker. Ja, mooi doelpunt. Dus ook komt Rode JC op 1-0. Ha, jullie wisten ook dat ik 2 weken geleden, of vorige week heb ik gespeeld Ado Den Haag Rode JC. En in ook dezelfde FIFA, toen speelde Ado Den Haag thuis een Roda uit. Hé, hey, ga eens weg, ga eens weg. Ja! Mensen, 3-0. Kijk dan naar de herhaling hier, hoppa. Kijk, ik ram helemaal uit en dan hier, sjoef. Yes, joehoe. Zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. De tweede van Tom van Liefde en de 3-0 van Roda. Voor tegenstander Ado Den Haag moet het pijn doen, zegt Henk Vrezer. Oh, 4-0! Kijk nou, hoppa! De derde van Tom van Liefde, de hat-trick. Lekker hoor. En ja hoor, nummer 3 van vandaag, dat is lekker voor de speler. Zeker. Het ene team in deze wedstrijd het dienst gaat uitmaken. Ja. Zeker. Zeker. Oh. Oh. De voorzet wordt in de kiem gesmoord. Waar is voorbij? Tom van Liefde had er toch 3 toch gemaakt? Oh ja. Ado Den Haag. Oh. Hé. Hey. Dat zag ik. Ja. Terecht. Dan mag ik het spelen. Een overtreding dus. Een overtreding. Ja. Zo. Hoppa. 6-0. Ja! Mensen, ik ga een vrij trappen schieten. Ja! Dat het niet erg geslaagd was, ja. Maar dit is ook zeer terecht ook. Ik had hem iets lager moeten schieten. Vroeg me of die bal erin ging. Aperg, aperg, aperg. Nee joh, grappie. Nee, kom op. Ah.
Oei! Dijkstraf van afstand. Nee, oh, grappie. Oromgoor. Oh. 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 En? Fluiten? Oké, okay, mensen. Het is Rustwedstraat. Maar liefst 6-0. En dik verdiende voorsprong. We gaan naar de tweede helft. Ja. Maar nooit in het voetbal. Nee. Ik heb hem. Ja! Er is 7-0. Hoppa, 8-0. Ik duim even, duim even. Maar waar mensen, ik ga even poepen. Ik zie jullie zo. Oké, mensen, hier ben ik weer hoor. Het duurde even omdat ik op de wc zat. Duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Oh shit. Voordag omgegaan met een balbezit. Ja mensen, ja. Dat plan. Oh, wat een fout. En nu? Oei, goede redding. Vraag is weg. Ja, ja. Ja, terecht ook. Terecht, terecht. Nee, ik zeg steeds terecht. Jans. Of Jans zit helemaal niet in. Bij ADO. Ook bij Rode. Auw. Meijers. Aro Meijers. Ja, dat vraag ik me ook af. Heb ze mannetje afgeschud? Wat wordt... Ja, en nu? De bal wordt naar voren gewerkt. Ja, zeker. O ja? Hé, hey, ging ik wisselen? Ja, was toch waar? Oei, maar ik ga even wisselen hoor. Nee joh. En wie is er dan? Joris? Geisje. Schakelen nu. Ja, dat vraag ik me ook af, ja. Inderdaad, inderdaad. Daar had hij echt een op. Kom op! Nee! Who the fuck? Nee! Pleur op het dat ik die kan missen, zeg. Oh, my god. Ho, hey, au. Rood. Nee, geen rood is dat. Oei. Ja, ja. Maar dat bedoel ik ook hoor. Niet te lullige te overdoen. Ja, en daar zijn ze de bal. Kwijt zachter, niet op de beste uit daar. Ja! Dit is 9-0. Hoppa. Tja, lekker. Hoppa, 10-0. Wat een vernedering krijgt Ado Den Haag in Kerkrade. Joehoe. Lekker hoor. Kan ik nog isselen? Oh nee, dat gaat niet meer. Hoppa, daar is nummer 11. De invaller scoort, die solliciteert zeker naar de basisplaats. Ja, zeker. Yes! Joho!
begint wel erg groot te worden. Ja, ja. Dus voor we hebben nog maar 8 minuten. Met ADO Roda vond ik toch ook 1-12. Nou, toen heb ik ook met 12 doekt gewonnen, dus mensen. Dus dat. Ja, daar is mijn... daar is nummer 12. Hoppa. Even pauze. Kijk eens, hier is de 12-0. Kijk. Hoppakee. Mensen, het is bijna afgelopen, dus ja. Zit maar op het puntje van je stoel. Ja, ja. Wat op het puntje van je stoel? Ja, ja, mensen, want we hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Kom op, ik heb hem. En het is afgelopen, mensen. Ja, ja. Met maar liefst 12-0. De man van de wedstrijd is toch Tom van Liefde met een hat-trick. Ja, ja, kijkers. Een van de mooiste doelpunten. Kijk, dit zijn al die doelpunten die ik heb gemaakt. Dikke, vette pies.